Eerst even vragen, kunt u mij allemaal verstaan? Want ik spreek liever niet te luid, anders kan ik mijn keel het niet volhouden. Als ik niet harder spreek, ben ik ook achteraan te verstaan? Ja? En als het niet zo is, twee armen omhoog. Ik had hier bijna niet gestaan. Een paar dagen geleden ben ik Nederland binnengekomen op een iets wat ongebruikelijke manier. Namelijk opgepakt door de marechaussee. Want er was iets niet helemaal in orde met mijn paspoort. Ik heb namelijk een Israëlisch paspoort. Het Nederlandse paspoort is mij ontnomen. Heb ik het zelf niet opgezegd. Nee, maar ik heb iets gedaan wat niet geoorloofd was. Ik heb namelijk, toen wij in 81 Aliya hebben gemaakt, mijn man en ik naar Israël zijn gereisd, kregen wij dus een mooie Israëlische identiteitsbewijzen. We leefden een half jaar in Nederland en een half jaar in Israël, in Eilat, aan de Dode Zee. Oh, schitterend. En de Rode Zee. En ik voelde mij op een gegeven moment ook verantwoordelijk voor wat daar gebeurde. Je kunt wel kritiek uiten op dingen die niet zo helemaal goed gaan. Maar ik voelde dat ik dat, als ik dat wilde blijven doen, eigenlijk moest kunnen stemmen. Dat is niet geoorloofd. Wel stemmen voor de burgemeester van de plaatsen waar je woont, maar dat is niet zo vreselijk belangrijk. Hoewel, dat mag ik niet hardop zeggen, dit hier de burgemeester, geloof ik ook. En ik heb er erg mijn best voor gedaan in Eilat om deze man die jarenlang burgemeester is gebleven ook aan het bewind te houden. Maar ik wilde echt voor de regering zelf, de minister-president, kunnen stemmen. Laten blijken of ik vond dat hij het wel of niet moest doen. En daarmee moest je eigenlijk iets tekenen wat niet mocht. Dat is toch ter oren gekomen blijkbaar. En ik kreeg op een gegeven moment mijn paspoort met grote gaten terug toen ik het wilde laten verlengen. Het was onbruikbaar geworden. Een maand later, bij een heel mooi, heel bijzonder feest waar ik gelukkig eregast was en niet wist wat ik voor deze man die mijn jeugdvriend was geweest en 80 jaar werd, moest geven. Als kinderen speelden wij in Amsterdam samen. Hij was dus wel heel erg belangrijk geworden. En ik zat naast hem aan tafel, dat moest toen ook. En ik dacht, wat kun je die man geven? Ik niks. Maar spreken in het publiek vind ik nog altijd eigenlijk erg plezierig. Dus ik heb voor hem gesproken. Alle hoogmogenden die heel ernstig spraken om te laten blijken hoe belangrijk ze waren, ministers en noem maar op, die dacht ik, ja. Ik dacht, ja nou, ik moet die mensen laten lachen. Daar komen ze toch ook voor. En ik vertelde dat deze man, waarvan ik wist dat hij in huis nog nooit een kopje van de ene kant naar de andere kant had verzet, dat hij zo'n ongelooflijke goede kok was. Namelijk, hij had ook zijn appartement in Rotterdam met alle mogelijke zaken die hij daar moest regelen. En iedere keer als hij uit Israël kwam, belde hij me op. Betty, kom je heerlijk lunchen of dineren? Tuurlijk, zei ik. En dan stond er op tafel, ik weet niet of we Rotterdammers zijn, ik ben de naam een beetje kwijt. Er is een fantastische viszaak die de schitterende schotels kant en klaar levert. En vooral wist hij ook dol op lobster. In het Engels, ik moest het Engels spreken. En lobster is een gerecht dat vrome Joden niet mogen eten. Je mag alleen maar vissen eten met schubben en vinnen. En dat kun je van een lobster niet zeggen. Ik vertelde dus dat Benno zo'n geweldige, grote kerel was. Dat hij niet alleen al zijn zaken voor de gang had en minister had kunnen worden. Maar dat wou hij beslist niet. En noem nog maar een paar dingen op. Maar dat hij zo'n goede kok was. Want dan zaten wij aan tafel. En dan kwam op tafel die schotel met lo, lo, lo. En opeens begreep ik, dat mag ik helemaal niet zeggen. Want er zaten hele vrolijke mensen in de zaal. En opeens, lovely things to eat. Toen ik tenslotte weer op mijn stoel zat naast Benno, voelde ik een hand op mijn schouder
en een nogal geaffecteerde stem zei: ach, wat heerlijk om een Nederlands onderdaan zo'n mooie speech te horen houden. Nou, ik begreep meteen dat het onze ambassadeur was. En ik spring op en ik zeg: wat? Ik Nederlands onderdaan van u? Hebt u zelf ongedaan gemaakt? Die arme man stond te trillen op zijn benen. In ieder geval, hij zei toen dat hij me wel een goede advocaat kon aanbevelen om weer een paspoort te krijgen, want dat is een nieuwe wet en die was natuurlijk niet voor mensen als mij bedoeld. Toen heb ik gezegd: luister eens naar alles wat mijn echtgenoten en ik voor Nederland hebben gedaan, zullen ze op hun knieën moeten vragen of ik ooit weer een Nederlands paspoort wil. En als dat niet gebeurt, en tot nu toe zijn ze niet op hun knieën gegaan. Ik kwam dus bij dit, ik kom even terug op die douane. Ik had dus alvast een beetje boos. Het was allemaal lang geduurd. En die man zat dat een paspoort maar te bekijken. En ik had het dus netjes gezegd, altijd in het Nederlands meteen: hier hebt u mijn paspoort. En toen zei hij: spreekt u Nederlands? En ja, ik maakte toen een grote fout. Ik gedraag hem ook niet altijd even netjes. En ik zei: nou, ik denk beter dan u. In ieder geval, het bleef 10 minuten doodstil, want hij zat mijn paspoort totaal te bekijken en zei: nou, u bent nu wel in de problemen. U bent dit jaar al zo vaak in Nederland geweest en u wilt blijven tot in mei. Dan gaat u over de 90 dagen heen en dat is streng verboden. En u zult grote problemen krijgen. Ik zei: nou ja, problemen, die heb ik al vaker gehad. Ik zeg: geeft u mij het paspoort nou maar? Nee, zegt hij, geen kwestie van. Ik moet dat eerst even melden. En dan kwam dus een grote marechaussee naar binnen. En ik werd meegenomen. En die zei: nou, daar staat u slecht op. Ik zeg: nou ja, vertelt u maar wat moet er verder gebeuren. Zo. Hij nam me mee naar een grote zaal, waar vol met marechaussee zaten. En toen dacht ik: nou ja, kijk, dat is natuurlijk mijn grote probleem. Ik heb de oorlog overleefd doordat ik van mening ben dat aanval nog altijd de beste verdediging is. Ik kwam die zaal in waar al die kerels zaten en ik roep luid: nou ja, dat zal dan wel op zijn minst de gevangenis worden als ik maar levend hieruit kan komen. Nou, toen moesten ze eigenlijk een beetje lachen en was het gezegd. Maar ze hebben gezegd: u moet er wel, wat u aan doen wil, weten we niet. Maar u krijgt wel problemen en daarna mocht ik gaan. Nou, ik sta hier nu toch. Maar met problemen heb ik dus leren omgaan. Dat is dus eigenlijk de aard van het beestje langzamerhand. En niet zo makkelijk. Ik kom uit een geweldig, heerlijk, vrolijk gezin uit Amsterdam. Fantastische ouders. Het geluk dat ik ook een moeder had die werkte. In die tijd was dat iets heel bijzonders. Mijn moeder was lerares. En wij vonden het als kinderen heel gewoon als je uit thuis, school thuis kwam. Dat er geen moeder achter de theepot zat. Dat je je eigen gang moest gaan. En daardoor zijn we heel zelfstandig geworden. En mijn ouders waren Joods, orthodox. Maar ik zou haast zeggen op een vrolijke, blije manier. Niet omdat het moest en omdat het moeilijk was. Nee, omdat het ze blij konden zijn. Zij stonden altijd klaar voor het leed van anderen. En daar zijn we dus ook heel erg in grootgebracht. Want in die tijd, ik ben in 1919 geboren, maar al een aantal jaren daarna, in de eerste plaats was de financiële toestand in Nederland ontzettend slecht. Mensen hadden het vreselijk moeilijk. En mijn vader was accountant. Hij zou zeggen: ja, zo'n goed beroep. Dat kun je dus, misschien zou je er rijk in kunnen worden. Zo niet mijn vader. Want mijn moeder die zei op een gegeven moment, ik hoorde dat gesprek: ik wil nu dat de kinderen waren mijn zusje en ik. Ik had een oudere broer en een oudere zus, maar die waren veel ouder. En mijn zus, andere zus 5 en mijn broer 7 jaar ouder. Wij als jongste, mijn moeder wilde dat we pianoles kregen. En toen zei vader: het spijt me, daar is geen geld voor. En toen zei moeder: ja, maar
je kunt toch je rekeningen sturen? Er zijn toch zoveel mensen? Hij zegt, ik weet precies wat voor geld deze mensen niet hebben op het ogenblik. Ik kan geen rekeningen sturen. En toen zei moeder, zonder dat er een slecht woord viel, nou, dan ga ik er nog wat lessen bij nemen en dan kan ik het verder het verdienen voor de meisjes. Dit heeft op mij zo'n indruk gemaakt dat dit ook voor de rest van mijn leven mij begeleid heeft. En het is zelfs mijn vriendinnen die na de oorlog deze verhalen hoorden, konden zich dat absoluut niet voorstellen, want ik was nog maar, ik ben jong getrouwd. Philip de Leeuw was een student economie toen ik hem leerde kennen. En ik was in die tijd al een van de weinigen die zich meteen tegen Hitler keerde. We hoorden thuis door de radio die vreselijke redenvoeringen van Hitler. En die keihard de wereld inslingerde. Joden zijn de ratten van de wereld. Die moeten allemaal vernietigd worden. En dan zeiden de mensen, zet die radio uit, dat willen we toch helemaal niet horen. Ik zeg, dat moeten we horen. We moeten weten wat ons te wachten staat. We moeten er meer van weten. Philip was de enige die ik kende die dat vreselijke boek, Mein Kampf, in zijn boekenkast had staan. En het ook gelezen had. Ik geloof dat het nu nog steeds verboden is in Nederland om dat zelfs maar te verkopen. Maar hij vond het ook noodzakelijk. Weet wie je vijand is en probeer daar iets aan te doen. We hebben ons ook, een van de weinigen dus, niet altijd meteen van begin besproken, niet laten wegslepen, tegen de Duitsers ingaan en zoveel mogelijk doen wat mogelijk is om het gevaar te keren. Het was eigenlijk een onbegonnen zaak. Dat is eigenlijk wel gebleken in een heleboel gevallen. In die tijd dat Philip nog studeerde, maar hij was in dienst geweest, werd hij al opgeroepen als luitenant om onze grenzen te gaan verdedigen, al een jaar voordat de oorlog uitbrak, in Dinxperlo aan de grens. Ik weet niet of jullie een van jullie Dinxperlo kent. Het is een heel merkwaardig dorp. Er is namelijk een hoofdstraat, die overal een boot staat. Maar de helft van de hoofdstraat aan de ene kant is Nederlands en de andere kant van de straat is Duits, Zuiderwijk. En de bewoners leefden in pais en vree met elkaar. Ze spraken onderling een dialect dat niemand anders verstond dan alleen zij. En het was gewoon een heel prettige, hele stille plaats. Philip, mijn man, die verveelde zich kennelijk, want die ging al met de troepen, moest hij natuurlijk wel oefenen, maar daar bleef het een beetje bij. En we besloten dus toch maar op jonge leeftijd te trouwen. Hij was 5 of 6 jaar ouder dan ik. We zijn getrouwd in Amsterdam, in een heel groot feestelijk iets, met een enorme dienst in de nieuwe synagoge, die nu nog op het ogenblik nog bestaat, maar museum is geworden, van het Joods Historisch Museum. En ik verdween dus met hem naar Dinxperlo aan de grens. Ik verveelde me daar vreselijk, want er was natuurlijk helemaal niks te beleven. Maar Philip reed paard, dus ik zei, ja, als jij paard rijdt, dan moet ik het toch ook kunnen. Dan kunnen we tenminste samen paard rijden. En toen gebruikte hij als nieuwe echtgenoot de woorden die ik al eens gehoord had. Daar is geen geld voor. En toen dacht ik, wat? Mijn man bepaalt waar geld voor is, zonder dat te bespreken. En ja, ik had hele lieve vriendinnen die andere godsdiensten die anders opgevoed waren, die dat verhaal wisten en die zeiden, ach, wat heb je toen gezegd? Ik zeg, nou, ik zei, dan pak ik nou mijn koffer en dan ga ik naar Amsterdam. En als ik het geld verdiend heb, dan kom ik weer terug. En zo ben ik bij mijn ouders gekomen, die me niets hebben verweten, die me gewoon hebben opgenomen tot ik het geld verdiend had en ik terugkom. En die vriendinnen die dit verhaal hoorden, die hadden als enige reactie, ach, die arme man. Maar het was voor eeuwig een goede afspraak. Want of ik daarna nog andere dingen wil doen of autorijles nemen of wat dan ook.
alles werd besproken. Philip is helaas, ik kom dus op dat verhaal straks wel terug, in de oorlog, toen de oorlog uitgebroken was, is hij naar de Grebbebergen met zijn troepen geweest. Daar heeft hij heel hard moeten vechten. Is achter de waterlinie terechtgekomen uiteindelijk. En daar kon ik hem pas 3 weken of 4 weken later op gaan zoeken. En we kwamen tot de conclusie. Philip zei, ik laat me niet demobiliseren, want dan worden we naar Duitsland gestuurd. En als Jood kan ik dat niet riskeren. We gaan proberen naar Engeland te komen. We hebben 3 keer geprobeerd de oversteek te maken. Dat was heel moeilijk. In het pikdonker moest je dan, als de maan er niet was, dat kwam maar eigenlijk al 1 keer in de maand, dat je met een klein schip mee kon varen. Dat is de 3e keer zelfs ook nog mislukt om op een paar minuten na. Dat schip is getorpedeerd en alle mensen zijn daar omgekomen. We hebben toen besloten, we blijven leven als Joden zolang het kan. En zodra dat niet meer kan, gaan we onderduiken. Valse identiteit aannemen. En Philip was van plan om dan ook in de resistance te gaan, te vechten tegen de Duitsers. Waar ze behoefte aan hadden, want hij was natuurlijk als militair op de hoogte van alles wat wapens was enzovoort. Dat is, hebben wij vol kunnen houden tot januari 1943. We woonden in Deventer, want we hadden beide het plan opgevat om als pioniers naar Palestina te gaan. Voor de oorlog uitbrak, waar we tot de conclusie gekomen, dat land heeft ons nodig, maar je kon daar niet, we hadden niet het idee dat je daar als intellectuele naartoe kon gaan, maar dat je iets met je handen moest doen. Dus ik leerde koeien melken. Ik ging werken bij de boeren en bij tuinders. Philip heeft dat ook gedaan, tot hij tot de conclusie kwam dat het eigenlijk nog niet zo'n erg goed idee was. Want hij was al, hij had zijn kandidaat inmiddels al en had in de onderduik, nog niet toen we onder gingen duiken, kwam hij tot de conclusie, ik kan veel beter verder studeren en zorgen dat ik als landbouweconoom naar dat land ga. Dan hebben ze veel meer aan mij. En ik was ook al van mening, ik moest er iets meer mijn hersens kunnen gebruiken dan alleen maar schoffelen. En noem maar op, ik kan dan hele series dingen die ik allemaal kan in de tuinbouw. En het was dus toch, ik kon toen komen als leerlingen op de fruitteelschool in Terwolde. Een fruitteelschool is een zeer gespecialiseerde school. Het is niet om alleen maar te leren van hoe je fruit moet plukken enzovoort. Het gaat om veredelen, om nieuwe gewassen maken. En het was een school waar je eigenlijk vrij veel examens voor moest hebben. Maar de directeur zei, kom maar, ik denk dat dat allemaal wel goed komt. En ik was de enige vrouw of meisje op die school van alleen maar jongens. En ik vond het enig. 1 keer in de week, een hele dag, met die kerels ook optrekken. En je werd natuurlijk wel eens geplaagd. En ze wilden ook wel eens proberen van hoe reageert ze. Ik weet nog eens een keer dat ik daar mijn overall aantrok. En opeens merkte dat er een dode rat in zat. En dan moet je toch maar proberen daar heel vrolijk bij te blijven. En net te doen alsof je dat de gewoonste zaak van de wereld vindt. In die tijd, dat was in 1942, waren in Duitsland en Oostenrijk, alle landen waar Duitsland de leiding had genomen, waren alle Joodse leerlingen verwijderd uit de scholen. Ik heb hele goede vriendinnen in het oude huis waar ik woon, uit Wenen, uit Berlijn, uit nog andere plaatsen, die mij wel verteld hebben hoe verschrikkelijk dat is als je in de 4e klas van het gymnasium zit en opeens komt zo een leraar binnen. Nee, directeur. En dat ging niet vriendelijk. Van, Joden kunnen hier niet langer met onze christenen blijven zitten. Moeten jullie onmiddellijk eruit. Pak je boeken en verdwijn. Die werden er als het ware zomaar uitgegooid. Dat gebeurde ook in Nederland. Toen de Duitsers daar waren, in 1942, werd het ook doorgevoerd. Er zijn heel veel scholen die dat vriendelijk en meteen gedaan hebben. Zo niet de directeur van mijn school, ingenieur Honig. 2 keer heeft hij die brief
waarin hem bevolen werd dat te doen, in de prullenbak laten verdwijnen. En de derde keer dat die brief kwam, was hij zo dreigend. Als dat vandaag niet gebeurt, verliest u uw positie als directeur, maar u staat veel ergers te wachten. En als vader van een gezin kon hij dat niet meer riskeren. Ik herinner me nog altijd die dag dat hij de klas binnenkwam. Nogal treurig. En mij zei, wil je opstaan, je boeken meenemen en wil je mij volgen? Want je moet nu de school verlaten. Buiten in de gang was hij eigenlijk ook zichtbaar ontroerd. En hij zei, ik kan het niet anders doen. Ik heb je vast willen houden tot de eindexamens. Dat is nog maar 3 weken. Het is niet gelukt. Maar de oorlog duurt niet lang meer. Nou, die heeft toch nog een aantal jaren geduurd. Ik beloof je, zodra de oorlog voorbij is, krijg jij je einddiploma. En het is nog een van de diploma's die ik het meeste waardeer van alle diploma's die ik ooit gekregen heb. Ik bewaar het nog altijd en laat ik het altijd zien. Met grote letters diploma van de Fruithuisschool Terwolde. Maar dat was het nog niet allemaal. Hij greep in zijn zak, zat een beetje te zoeken en nam een klein papiertje eruit en zei, wees daar heel voorzichtig mee. Alsjeblieft. Dit is ons huisadres in Zutphen. Wanneer jij in gevaar bent, wanneer je hulp nodig hebt, dag of nacht, je kunt altijd bij ons terecht. Ik heb daar veel gebruik van gemaakt. In de oorlog ben ik ettelijke keren bij ze geweest. En toen de oorlog voorbij was en ik geen cent te makken had, mijn ouders waren omgebracht, oudste zuster leefde niet meer, mijn man was gefusilleerd, ik stond helemaal alleen op de wereld, ben ik naar hem toegegaan, vlak na de oorlog. En ik zei, ik heb geld nodig, ik moet werken. Kunt u mij niet een brief meegeven voor een of ander bedrijf of organisatie om te vragen of ze mij aan het werk kunnen zetten? Die man is er meteen aan de tafel gaan zitten, schreef een brief en overhandigde die zij. En ga hiermee naar Den Haag, naar het departement van landbouw. En geef die aan de directeur van de tuinbouw. Het zal wel goed komen, zei hij toen. Ik heb die brief helaas niet opengemaakt. Er was toen nog veel te netjes. En ik weet niet wat erin stond. Maar ik kwam bij die man. Die vlak na de oorlog. Ik geloof dat was nog maar een week voorbij. Half Den Haag lag in puin. Want dat ministerie van Landbouw, departement van Landbouw dan, samen met nog een ander ministerie, stond aan de rand van het totaal gebombardeerde Bezuidenhout. Totaal weg. Hij maakte de brief open, leest hem, vraagt niks, zegt alleen, wanneer kon je komen werken? We hebben je hard nodig, het hele land moet worden opgebouwd, er is niks te eten, we moeten meteen aan de slag. Ik kan je niks betalen, we hebben nog geen regering, ik weet niet wat voor rang je kan komen. Maar kom, maar je moet wel eerst zorgen dat je in Den Haag woont. Dat was geen makkelijke opdracht, ik zeg, nou, ik ga daar meteen werk van maken. Een week later stond ik voor zijn neus. In het gebombardeerde Bezuidenhout had ik toch nog een kamer gevonden. Vlakbij het ministerie. Ik zeg, hier ben ik. Dat is een fantastische tijd geweest. Daar waren mensen die ervoor stonden. Het land moest worden opgebouwd. Er stonden om 6 uur 's morgens op. Auto's werden er gecharterd door het hele land door. Ik kwam te werken bij een ingenieur die publicaties verzorgde. Artikelen over de tuinbouw, de ontwikkeling in de tuinbouw en waar ik zijn assistente zou worden. Dat was een vak waar ik nog helemaal niets van wist, maar ik heb bij die man gewerkt. In die tijd niet langer dan tot 2 uur 's middags, want er moest gesprokkeld worden, er moest eten gevonden worden, het was zo moeilijk allemaal. Maar wij gingen er tegenaan vaak tot 's avonds laat. En 3 weken later, ja, ik moest toen ook wel brieven schrijven waar ik grote moeite mee had. Ik nam alles mee naar huis en bleef tot 's nachts 2 uur allemaal concepten maken, zodat ze het idee hadden als ik 's morgens kwam, oh, die brief die kunnen we zo even wegsturen, hier heb je hem enzovoort.
En 3 weken later werd ik bij de baas geroepen. En die zei, luister eens, ik moet jouw baas die moet onmiddellijk ergens anders een baan vervullen. Die hebben we ergens nodig. Hij heeft mij gezegd dat ik zijn opvolger zou kunnen worden. Hij zegt, nou, dan gaan we dat dus doen. Hè? Ik zeg, nou, durft u dat aan? Nou, zegt hij, ja, dan moet jij toch ook aan durven. En zo werd ik opeens lid van de staf. Na poos kregen we eindelijk een minister. En ik weet niet, ouder onder u, die naam zal jullie wel wat zeggen. Dat was Mansholt. Een fantastische kerel, kan je wel zeggen. En Mansholt die liet weten dat hij met de staf wilde dineren om kennis met ze te maken. Ik heb nog nooit een minister verder meegemaakt die dat ooit heeft voorgesteld, hoor. Maar Mansholt wel. Wilde gaan dineren met de staf. En de secretaris-generaal zei, wilt u de lijst sturen met de namen? Nou, dat heeft mijn baas keurig gedaan. En na een poosje komt de secretaris-generaal op hoge poten terug. Die lijst van u, hier hebt u hem terug. Daar staat de naam van een vrouw op. U begrijpt nog wel dat die niet mee kan komen. Kijk, bij die man wou ik werken. Hè? Maar weet je wat hij zei? Hier hebt u de lijst terug. Ga dan maar mee naar de minister. En zeg tegen hem, als hij niet mee kan, komen wij. Geen van allen. Punt uit. Dat toon was meteen goed gezet. En nou, je kunt nog 1 keer lachen. Dat was namelijk, het diner was in de Witte. Dat is een hele bekende sociëteit waar toen nog een vrouw geen voet in mocht zetten. De oplossing was gevonden voor het diner. Ik zou de achteringang gebruiken. De lift nemen, zodat ze mijn benen op de statietrap niet zouden zien. En zo kon ik dus aan het diner deelnemen. Ik ben later nog heel bevriend geraakt met Mansholt. Dat is een heel bijzondere man. U begrijpt dat ik sla de hele oorlog meteen even over. Maar daar moet ik nu wel op terugkomen. Het werd steeds dreigender. Het werd steeds gevaarlijker. En Philip en ik, die waren dus... woonden toen... Ja, wij moesten dus de gele ster gaan dragen, waar ik absoluut op tegen was. Maar ik kon niet... Ook in mijn familie moest dat wel gedaan worden. Maar ik had wel een jasje wat ik eroverheen kon doen als ik ergens naartoe ging. En dat ding niet wilde laten zien. Wij gingen naar het Apeldoornse bos. Een Apeldoorn, een grote psychiatrische instelling. 1000 Joodse patiënten daar. Hele grote staf. Schitterende grote tuinen erbij. Groot bos. Daar werden wij aangesteld als knechten in de tuin. Om daar te blijven wonen. Totdat de situatie zo hachelijk werd dat we inderdaad moesten gaan onderduiken. Philip, die het allemaal goed voorbereidde, zei, kijk, als zo'n plaats wordt leeggehaald, wanneer die treinen naar Apeldoorn komen om die mensen op te halen, dan weten we dat van tevoren. Dan hebben wij nog tijd om te vluchten. Hij had alles al voorbereid ook, onze valse identiteitsbewijzen, wat inhield. Op het moment dat wij die valse identiteitsbewijzen hadden, waren wij niet meer getrouwd. Als we elkaar tegen zouden komen, mochten we elkaar niet herkennen. Hij heette Philip, zijn naam hielden we, die is algemeen Philip van Andel. En ik werd Jo Mus. En de januari 1943 kwam die vreselijke nacht eraan. Wij woonden toen in het huis, daar hebben wij eigenlijk erg bij geboft, van professor Querido. Hij was een hele bekende psychiater. Hij was eigenlijk half Joods en hij was ook getrouwd met een niet-Joodse vrouw. En zijn kinderen die waren dus ook in feite niet-Joods. Die woonden allemaal in een hele grote villa. Toen hij ontslagen werd, hebben ze hem meteen tot hoofd benoemd, daar in Apeldoorn. Wij konden bij hun wonen en in ruil daarvoor probeerde ik te helpen ook bij het huishouden en op de kinderen te passen, want zij was ook psychiater, kinderpsychiater en was dus veel weg. Dankzij deze man ook werden wij al meteen gewaarschuwd. Denk erom, Austerwünte, het hoofd van die hele vreselijke toestand in Amsterdam, komt 2 dagen hier naartoe en ik moet hem rondleiden, want dit is de voorbereiding voor de plannen om alles leeg te halen. En hou je gereed om te vluchten zodra dat kan. Dat hebben we inderdaad gedaan.
Wij zijn dus te voet de hele nacht door de bossen gegaan. Want we konden natuurlijk geen trein nemen in Apeldoorn. Te voet naar Amersfoort, vandaar naar Hilversum. Daar stonden mensen klaar, of iemand klaar, waarmee Philip alles geregeld had. Een man met 2 fietsen en 2 valse persoonsbewijzen. Met het adres waar we eerder naartoe moesten. En we werden geacht apart te gaan rijden. En vanaf dat moment mochten we elkaar dus eigenlijk nauwelijks meer zien. Toen begon dus de onderduik, die voor hem aan de ene kant moeilijk is geweest, want hij zat in een klein huis, alleen op een kamer. Maar gelukkig wel met mensen die inzagen dat hij dus verder wilde studeren en zorgde dat hij zijn boeken kreeg van de universiteit, zodat dat kon. En ik ging alle mogelijke beroepen in die waar ik mijn hele leven eigenlijk dankbaar voor ben. Ik werd dienstbode in een grote villa in Laren. Waar ik dus zo keurig een salaris kreeg van 30 gulden in de maand. En waar ik op het moment dat ik daar binnenkwam door mevrouw in de keuken werd ontvangen. En me vertelde dat ik natuurlijk een zwarte jurk en een wit schortje en dit en dat. En liet me even zien waar de wc voor mij was. Want die wc van het gezin mocht ik natuurlijk niet gebruiken. En zo was het een hele nieuwe toestand voor mij. Eigenlijk heel interessant. Want ik was het thuis wel anders gewend geraakt. Ik weet wel, want mijn moeder werkte, dus er was natuurlijk ook wel hulp. Hoe wij leerden dat je die beleefd moest vragen. Ik moest altijd een dienstbode die we hadden, moest ik 's morgens wekken. En dan moest ik altijd roepen, en het was een Duitse, Maria, wollen Sie bitte aufstehen? Ik moest altijd dat heel beleefd leren zeggen. Maar hier kwam de kleine dochter van 5 jaar in de keuken 's morgens. En ik zei, goedemorgen Katinka, papa wil zijn ontbijt nou hebben. Ik zeg nog een keer, goedemorgen Katinka. Ja, wil je het nou maar meteen even doen? Toen was het precies gezegd hoe bepaalde mensen. Het was een rijke bankier. Ik heb later artikel in de kranten omgelezen. Had ik dacht, oh, nou, daar weet ik iets meer van. Maar dat was dus heel merkwaardig. In die tijd waren mijn ouders en mijn zusje al in Westerbork. Het concentratiekamp in Nederland, van waar de Joden dus werden weggestuurd. En wat ik kon doen, deed ik om kleine pakketjes naar ze toe te brengen. Ze waren verrukt als er appels in zaten of iets anders. Mijn zusje die had ik via vrienden, uiteraard niet Joodse vrienden, anders kon die post niet, je kon niet rechtstreeks naar mij komen. Hadden wij contact met elkaar en Liesje die schreef dus bijvoorbeeld, mijn zusje, het is hier zo vreselijk vies, ik heb je niet een hoofddoek die je kunt sturen, zodat ik mijn haren kan bedekken. Het ging om hele merkwaardige dingen waar je ze verschrikkelijk blij mee kon maken. Alleen, het was voor mij veel te gevaarlijk om die pakketjes op het postkantoor af te geven. Dus ik had vrienden uitgenodigd, maar op één dag had ik het klaar liggen en mevrouw zei, ik ga nu het stad in, ik ga allemaal boodschappen doen. En toen vroeg ik heel beleefd of zij misschien gelegenheid had dit mee te nemen naar het postkantoor. Want ze moest daar toch ook naartoe. 'S middags zie ik dat het pakje er nog net zo ligt. En ik werd verschrikkelijk kwaad. Mevrouw kwam binnen en ik kon mijn woede wel beheersen. En zei, voorzichtig mevrouw, hebt u het pakje niet kunnen meenemen? Oh, toen had ik weer een andere naam, Adrie, ja. Adrie Kool. Want er gebeurde van alles met mijn persoonsbewijs. Adrie, wat denk je wel dat ik voor mijn personeel pakjes moet gaan wegbrengen? Hoe haal je het in je hoofd? Dit was voor mij het eind. Ik dacht, ik kan geen dag meer bij deze mensen blijven. Ik heb 's avonds, toen ze om 9 uur nog aan tafel zaten en ik weer geroepen werd om een vork van de grond op te halen en een schone binnen te brengen, gezegd, ik zeg nu mijn baan op en vanavond vertrek ik. Ik had altijd de mogelijkheid een vluchtadres te vinden. Er was een echtpaar, de naam zegt jullie ook wel wat, professor Jan Romeijn en Annie Romeijn Verschoor. Ze hebben hele mooie geschiedenisboeken geschreven en die woonde niet ver daar vandaan, van in Laren. En dat was een vluchtadres waarvan ze zeiden,
als je in gevaar bent. Wij kunnen geen onderduikers echt nemen, want wij worden zelf gezocht. Ze waren zeer anti-Duits. En Jan Romein had al in Amersfoort gezeten. Was er ziek uitgekomen, mocht toen toch weer naar huis. Maar je moest daar, als je daar kwam, aangekleed slapen met een vluchttas onder je bed. Want er was een vluchtuitgang gemaakt in de hoop dat dat zou lukken. Er is nooit iets gebeurd, maar zij wisten altijd weer, ook via de vrienden van Flip, dat er een nieuw adres verzorgd zou kunnen worden. Ja, ik kan daar niet allemaal van vertellen, want er zit weer vannacht nog. Want ik geloof dat ik 23 adressen gehad heb in die tussentijd. En er zijn heel bijzondere mensen geweest. Ik kan niet anders zeggen, ik geef dus even een verkeerd voorbeeld van deze familie. Nou, ik kwam toen terecht in Den Haag bij een antroposofische familie. De antroposofie, dat kent u misschien, is dus een hele bepaalde wijze van leven. En die hebben mij als een dochter ontvangen. Die hebben me meteen gezegd, kind, je bent nog zo jong en je mist zoveel. Je bent wel aan het schoffelen geweest, aan het koeienmelken, maar je wilt toch wel wat meer leren. Ik zeg, ja, talen, dat vind ik eigenlijk zo belangrijk. Die zeggen, nou, dan gaan we het heel anders indelen, het huis, hoor. En dan gaan wij zorgen dat jij 's middags lessen kunt nemen. Zeg maar welke talen. Ik zeg, nou, Russisch en Frans, dat wil ik beide wel graag leren. En ik kom 's middags lessen gaan nemen. En die man, trouwens, was de orkestleider geweest van het Utrecht Stedelijk Orkest en een hele bekende cellist. Ik kon 's morgens niet schoonmaken als hij aan het studeren was, want dan was er weer een verrukkelijk celloconcert wat hij aan het oefenen was. En ik heb daar vol cultuur kunnen leven op een totaal andere manier dan in een heleboel andere gevallen. Zo heb ik dus hele bijzondere dingen meegemaakt. En juist de slechte dingen, die vormen je ook voor de rest van je leven. Ik heb wel geleerd, alles wat een akelige kant heeft, probeer daar een goede kant van te zien. Want je krijgt die kans niet meer op dit soort dingen mee te beleven. Om te weten welke andere kant er aan het leven en aan deze wereld zit. En dat is nog steeds het geval. Dat is een houding die ik nog steeds aanmeet. Van, al gaat het nog zo fout, probeer de goede kant ervan te zien. Ik moet nu wel verder, snel verder. Want ik merk dus, ik heb gezegd dat ik de tijd altijd vergeet. En dat is natuurlijk helemaal niet zo verstandig. Ik ga nog even verder over een aantal andere dingen. Philip die zat alleen toen in. Maar die kon dankzij de relaties die ik had met de antroposofen overgeplaatst worden naar Groet in Noord-Holland. Heel klein plaatsje, waar een groot bedrijf was, antroposofisch, en waar hij zou kunnen komen werken. Nou, dat was geweldig. Dat was ongelooflijk. Hij is er ook helemaal gaan verdiepen in de leer van Rudolf Steiner. En ik heb nog steeds één boek van hem, waar op iedere bladzij wat gekrabbeld en geschreven is. En wat nu tentoongesteld is in Veenendaal, in het museum. Want Philip is 20 november 1944 gefusilleerd in Veenendaal. Komt er straks nog op terug, op zijn werkzaamheden tegen de Duitsers. Met 5 anderen. En daar is nu 70 jaar geleden, op 20 november, een prachtige herdenking heeft er plaatsgevonden, 2 dagen. En in dat museum is nog steeds een speciale afdeling gemaakt voor de 6 gefusilleerden met heel hun geschiedenis. En binnenkort, 9 mei, is er een grote happening, want de leraar van het Ichtus College in Veenendaal, waar ik erg bevriend mee geraakt ben, die heeft een boek geschreven over die 5. Daar heeft hij een paar jaar over gedaan. En dat wordt 9 mei gepresenteerd daar voor een groot publiek en ook voor de nakomelingen van degene. Want één van die gefusilleerden is een man die heel bekend is geraakt. Dat is dominee Ader uit Groningen. Een man die meer dan 200 Joden het leven heeft gered. En die
dat is juist ook zo triest, verraden is door een Nederlandse politieman die hij in vertrouwen had genomen. En ik ga een beetje door elkaar heen, maar goed. Dit is 20 november 1944 gebeurd. Daar is heel weinig over bekend. Uit de gevangenis in Amsterdam zijn 3 mensen weggehaald. En uit de gevangenis in Utrecht, het Wolvenplein, zijn ook 3 weggehaald. Philip en een van zijn kameraden en een jongen die... Ze wilden 6 fusilleren en ze hadden er eigenlijk maar 5. Het is in Veenendaal, in de buurt van Veenendaal, is een Duitse soldaat neergeschoten. Niet echt neergeschoten, want hij leefde en hij heeft alle informaties nog kunnen geven. En degene die het gedaan hebben, hebben ze niet kunnen pakken. 2 dagen daarvoor zijn ze dus gewoon een jongen van een jaar of 18 op gaan pakken. Die kwam ook in de gevangenis terecht. Die moest mee om daar ook gefuseerd te worden. Dat is gebeurd in een bos, het Schupse Bos, waar in die tijd gesperd was. Gesperd betekent dat de mensen daar niet mochten komen. Die auto's die daar naartoe reden, daarom is er ook bijna niemand die er iets van heeft kunnen zien. Maar nu is sedert kort bekend geworden, dankzij de grote propaganda die gemaakt is voor die herdenking in november, in de kranten, artikelen enzovoort, daar heeft een man zich gemeld en die zei: ik kan daarover vertellen. Ik was in die tijd een schooljongen en ik fietste van school naar huis. Maar dat spergebied, daar ging ik altijd stiekem overheen, want daar was ik veel vlugger thuis. En daar zag ik toen opeens die auto's met die gevangenen die eruit gelaten werden. En ik heb me verstopt in het bos, want ik dacht, wat gaat hier gebeuren? Het is hier aan de gang. En ik zag dat ze opgesteld werden, omdat er een heel vuurpeloton kwam om ze allemaal neer te schieten. Hij is gebleven. Maar wat wij niet wisten, dominee Ader had ook in de gevangenis in Amsterdam zijn Bijbel verstopt en een gebedenboek in zijn kleren. En dat had hij bij zich. En daar heeft hij ze onderweg, heeft hij de jongens er allemaal geprobeerd moed mee in te spreken. Heeft met ze gebeden. En op het moment, dat vertelde die jongen toen, dat ze zouden worden gefusilleerd, hoorde hij opeens dat hij de Duitse commandant riep: ik heb even een vraag. Ik zou met deze hier het Onze Vader willen bidden. Dat werd toegestaan. Deze man heeft het dus kunnen opbrengen het Onze Vader te bidden, waarbij je dan ook zegt: vergeef ons onze schulden. En die het ook over zijn lippen kon brengen: vergeef ook onze schuldenaren. Dat is toch iets heel bijzonders. En we zijn heel blij dat we dat te weten zijn gekomen. Zijn Bijbel en het gebedenboek is gered. In Veenendaal hebben ze een grote tentoonstelling gemaakt ter herinnering aan deze 5 en van deze 6 en van allemaal bepaalde dingen tentoongesteld. En van dominee Ader is dan ook het gebedenboek en de Bijbel daar tentoongesteld. Met al zijn aantekeningen, volgeschreven met van alles en nog wat. Ik ga even in op hoe Philip eigenlijk ten einde is gekomen. Wij zijn dus heel vaak van adres gewisseld. En we waren verschrikkelijk gelukkig dat in Bilthoven, dat ze daar Philip graag wilden hebben als hoofd van de knokploeg. En Philip kon een baan krijgen in de bijzondere school van Kees Boeken. Jullie kennen die allemaal wel, waar de prinsessen ook gegaan zijn, de werkplaats. En hij was dus econoom en ze hadden hem hard nodig. Alleen het hoofd daarvan wist wie hij was, verder niemand anders. Hij was gewoon iemand die daar kwam werken. Had een mooie kamer gekregen in het huis waar al het personeel woonde. Hij moest de zaak op orde brengen. En ja, heeft voorzichtig laten weten, ik wist er dus ook iets van, dat het een enorme financiële rommel was. Dat hij zijn handen vol had eraan. Maar had er erg leuk werk aan. Maar ondertussen was hij dus opgeroepen ook om te zorgen
dat de treinen werden opgeblazen die vanuit Duitsland naar de kust kwamen. In die tijd hadden de Duitsers al raketten ontwikkeld. Nog hele slechte. Nog niet wat je dus nu allemaal ziet, die je precies kunt richten op alle plaatsen waar ze toch ook niet horen. Maar veel raketten werden naar de zee gestuurd en werden daar op Engeland afgeschoten. Maar vele vielen ook in Nederland. Dus in Nederland had de ondergrondse besloten, we kunnen dat alleen maar tegenhouden door die treinen op te blazen. Dat is mislukt in de buurt van Bilthoven. Daar is één jongen die opeens angstig werd, is neergeschoten, heeft helaas veel kunnen vertellen voordat hij helemaal werd omgebracht. En Philip en een andere jongen, die konden ontkomen. Maar Philip werd toch, de gebouw van Kees Boeken werd omsingeld. En die nacht werden we allemaal gearresteerd. Die nacht, ik was in zijn kamer, want ik wachtte op hem. We woonden niet samen, we woonden nooit samen. Ze wisten ook niet, niemand wist dat wij getrouwd waren. Ik was gewoon een vriendinnetje of wat dan ook. En verder niet. Ik werd ook meegenomen. En Philip is vreselijk mishandeld. Dat hoorden we allemaal, dat waren we bij. En ik werd pas na een hele nacht daar gezeten te hebben, werd ik ook verhoord. Door Nederlanders. Ik weet nu dat zijn naam van Jolen was. Want de leraar van het Richterscollege, die zich zo verdiept heeft in dit boek, is alles gaan nalezen, alle verhoren, alles wat er gebeurd is. Die weet veel meer te vertellen dan wie dan ook. Het is heel zwaar werk geweest. Ik werd dus door een Nederlander verhoord. En toen ik die kamer binnen moest, dat is een grote ruimte, werd mij gezegd, daar staat een hoge stoel, met je gezicht naar de muur. Ik mocht die man niet herkennen. Ik mocht niet weten wie dat was. Ik zat dus met mijn gezicht naar de muur. En dus op een gegeven moment brult hij tegen me, je persoonsbewijs. Ik had mijn valse persoonsbewijs bij me. Ik heette toen, even denken, Ada Kolen, ja. Met dat gekke, die gekke naam die ik toen had, even, ja, Ada Kolen. Heeft je persoonsbewijs? Ik moest het dus zo over mijn schouder geven. Ik werd op hem afgenomen. En dan de hele tijd ritselen enzovoort, schreef die vent, hoe kom jij aan dat valse persoonsbewijs? Opeens dacht ik, echt, ik was even verloren. Alles is kapot. Ik kon helemaal niet meer antwoorden. En toen werd hij heel ongelukkig. En uiteindelijk ging hij, verdorie, wanneer krijg ik een keer antwoord? En opeens dacht ik, misschien is hij niet zeker van zijn zaken. Misschien is hij alleen maar gewoon aan het proberen. Ik dacht, nou erop of eronder. Want ik begreep opeens dat door hun fout, ze hadden mijn gezicht niet kunnen zien. Ik zat met mijn gezicht tegen die buurt. Dat ze niet wisten hoe ik gereageerd had toen hij die vraag stelde en hoe ik geschrokken was. En toen riep ik tegen hem, nou toch zeker net zoals jij eraan komt, je weet toch waar je die dingen haalt? Je hebt geen jij te zeggen. Ik zeg, wat? Als jij jij zegt, zeg ik toch zeker ook jij. En zo ging het tegen elkaar in. En aan het eind werd alles opgeschreven blijkbaar. Dat ging zo naar de gevangenis. De volgende morgen ben ik naar de gevangenis gebracht. En dan ben ik 10 of 14 dagen geweest, ongeveer, weet ik niet meer. Ik heb mijn leven aan veel mensen te danken. Heel veel verschillende mensen. Niet alleen, ook in de gevangenis. Daar is een toezichthoudende vrouw. Ik was op de vrouwenafdeling, gelukkig alleen in een cel. Ik had het met een ander niet kunnen uithouden, alleen in een cel. Ik weet nog de eerste dag dat ik in die gevangenis zat, na die lange nacht, dat het eten wordt een luikje aangereikt. En dat ik tegen haar zei, hou het maar, ik kan toch niks door mijn keel krijgen. En dat ze op me insprak. Nee, je moet sterk blijven. Er kan nog zo vreselijk veel gebeuren. En dit is goed eten, heus. Neem het nou. Ik wil echt dat je het neemt. Die vrouw heeft er ook voor gezorgd dat toen Philip verhoord was, ik een klein briefje kreeg waarop hij gekrabbeld had hoe lang wij elkaar kenden. We waren bijna 5 jaar getrouwd, op 1 maand na. Maar dat mocht niemand weten, geen sterveling. Hij had dus gezegd, want we waren samen gearresteerd.
Nou ja, een klein jaartje zo ongeveer. Dat heeft ook mijn leven gered. Toen ik echt verhoord werd door die Duitse op de Maliebaan bij de SS. Die vreselijke man waar volgens Constant van den Heuvel, die leraar die alles heeft uitgezet, heeft gezegd: Betty, jij bent de enige die ongeschonden daaruit is gekomen. Dat is nog niemand ooit gelukt. Ik had goed geoefend. Iedere avond voor een grote spiegel. Hoe zie ik eruit als ik angstig ben? En ik had alsmaar geoefend. Nooit angst laten blijken. Als je denkt dat je angstig bent, moet je glimlachen. En vriendelijk tegen ze zeggen: oh, wat fijn dat u me aanhoudt. Want ik ben nou zo moe, dan kan ik tenminste even uitrusten. Of meer van dat soort onzin. En ik heb het bij Duitse posten is het 2 keer gebeurd. Dat ik zei: hé, wat fijn, kunnen we eventjes gezellig praten? En dat die man zei: oh zeg, spreek zo goed Duits. Dat was een voorwaarde. Heel goed Duits te kunnen spreken, dat bleef ik maar oefenen. Want een heleboel mensen zeiden: die rottaal, die willen we niet spreken. Ik zeg: die taal kan wel levensreddend zijn. En dat het dus heel vaak gebeurde, dat ze, nee, vaak een paar keer gebeurde. Oh zeg, maar kun je bij ons niet komen werken op de commandantour? We kunnen zo iemand als jou best gebruiken. En dan ik dan vriendelijk lachend zei: wat een leuk aanbod zeg. Maar ja, ik heb al een baan, maar volgende keer misschien. Hè? Nou. En dit soort krankzinnige zaken heb ik allemaal meegemaakt. Ik deed de gekste en gevaarlijkste dingen, omdat ik ervan uitging dat ik ze de baas kon. En dat ik moest laten blijken dat ik nooit, nooit bang voor ze zou zijn. Ik heb grote tochten gemaakt op fietsen met houten banden. Helemaal naar de andere kant van Duitsland. Dat was nadat Flip... Ja, gefuseerd wist ik niet, maar ik wist wel dat hij omgebracht was. Ik heb namelijk geprobeerd, toen ik vrij kwam, erachter te komen, hoe gaat het verder? Dat vrijkomen is ook een verhaal op zichzelf geweest. Want bij het laatste verhoor met die Duitsers, waar ik moest zeggen hoe lang ik Philip kende. En hoe lang ik, dat is zijn eerste vraag in Duitsland. Maar hoe lang ken je die Jood? Ik zei: ik ken helemaal geen Joden. Wie bedoelt u? Ja, wel. Philip de Leeuw. Ik zei: ja, ik ken geen Philip de Leeuw. Ik ken wel een Philip, maar die heet Van Andel. Hoe kom je erbij? Die vent heet de Leeuw, dat is een oorspronkelijke naam. Ja, ik heette dus ook. Ik was gewoon getrouwd de Leeuw. Maar, en toen zei ik: hoe lang? Ik zei: ja, ik was jong. Ik zei: ik heb zoveel vriendjes. Moet ik van iedereen vertellen hoe lang ik die ken? En zo speelde ik dat. Ik wist wat ik moest zeggen, maar ik wou het niet meteen zeggen. Maar uiteindelijk zei ik dus nou ongeveer een jaartje enzovoort. Dat was blijkbaar heel, heel belangrijk. Want daarna kreeg ik een enorme hoop verwensingen over me heen. Dat ik me nooit meer met Joden mocht inlaten, met de gespuis van de wereld en wat die allemaal deden enzovoort. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij: zoiets van, je hebt toch ook wel wat Joods in je of zoiets, hè? Ik had geleerd nooit angst laten blijken, want dat was een opmerking die je de dood aan kon jagen. En ik glimlachte. Wat grappig dat u dat zegt, zegt er. Heeft dat eens meer iemand tegen me gezegd? En ik zeg: ja, maar anders zeggen ze dan weer met blauwe ogen. Dan is het toch ook weer... Toen zei die oh, dan... Toen heeft hij een opmerking gemaakt. Of ik dus misschien het resultaat was van ik noem je een uitspatting in het huwelijk. Dus niet echt dat ik niet een echt kind van mijn ouders was. En toen moest ik aan die hele brave ouders van mij denken. Die 7 jaar verloofd waren. Eer dat het echt mogelijk was dat ze konden gaan trouwen. Die 5 kinderen hebben gekregen. Waarvan de oudste helaas aan een nierziekte is gestorven. Vrij jong. Dus 4 andere kinderen. En die er niet eens wisten dat zoiets bestond op de wereld, denk ik. En het gekke was, toen ik zo op die manier mijn ouders zag, dat ik echt, nou dan niet gemaakt, echt moest glimlachen opeens. Het idee, als die ouders wisten weten dat iemand dat zou vragen. En die man werd daar heel kwaad over. Wat? Dat gebeurde in de wereld, hoor. En opeens dacht ik, jij is misschien zelf zo'n kind. Dat hij dat op die manier, dat hij dat zo goed weet enzovoort. En meer van dat soort krankzinnige dingen.
En uiteindelijk mocht ik weg. En ik was maar één dag nog al in de gevangenis dat de opzichter bij me kwam, heel opgewonden. Want er waren er dus een aantal die helemaal pro deze mensen waren die in het gevangenis kwamen, niet als misdadigers, maar als politieke tegenstanders. En die deed alles om ze te redden en te helpen en briefjes weg te brengen. En die kwam vertellen, je komt morgen vrij. En die was heel blij mee enzovoort. En toen ik op de binnenplaats kwam, zorgde een van de andere opzichters dat ik een handvol briefjes kreeg die ik in mijn kleding moest verstoppen van mensen die daar zaten en die absoluut de buitenwereld moesten inlichten. Dus ik heb dat allemaal verstopt in mijn schoenen, in mijn kleding enzovoort. En de volgende dag werd ik inderdaad bij het hoofd van de gevangenis Duitser ook geroepen. En die mij alles teruggaf, mijn valse papieren. Dat is dus het valse persoonsbewijs, kreeg ik terug met entlassingsschein. Dat ik entlassingsschein kreeg, een ontslagbrief, als, nou ja, ik was niet schuldig bevonden enzovoort. En die man die behandelde me heel vriendelijk. En ik sta op het punt om weg te gaan met al mijn gegevens enzovoort. Opeens zegt hij nog even heel vaderlijk en vriendelijk. Hij legt zijn hand uit. Geef me nu nog alleen nog maar even de briefjes die je hebt meegenomen. Als je ze nu geeft, zal jou niets overkomen. Ik dacht dat ik door de grond kon gaan. Maar het lukte mij toch om hem toe te lachen. En toen zei ik tegen hem, u, denkt u nou dat ik zo stom ben om briefjes mee te nemen als ik vrij kan komen uit die gevangenis? Nou toch, gaat u maar. Ik ben niet onderzocht en ik stond buiten. Ik was helemaal kapot. En ik stond buiten die gevangenis, ik wist dat Flip daar was en ik wist niet meer hoe ik hem moest bereiken. En ik kon niet wegkomen. Ik wou helemaal niet meer weg van die gevangenis. Ik bleef staan. En toen kwam er een Duitse soldaat op me af. Ik weet niet wat voor rang. Die er altijd was. Die mij al meegemaakt had naar de andere adressen. En dat verhoren. Die kwam op me af en die zei, ben jij vrij? Ik zeg, ja. En toen zei hij, wat fijn, hè? Dat was de eerste keer na alles wat er gebeurd is, was dat ik me niet meer goed kon houden. Dat ik in huilen uitbarstte en zei, nee, het heeft allemaal niks meer te betekenen. Ik wil terug. Ik wil hier niet vandaan. En ik kon niet meer bijkomen. Die man heeft op me ingesproken. Je bent jong. Je hebt nog een heel leven voor je. Ga hier vandaan, van deze akelige plek. Toe, probeer het nou. En je moet een ander leven gaan leiden. Het is heel gek, maar het blijft, heeft altijd, die Duitse ben ik tot op de dag van vandaag dankbaar gebleven. Die heeft toch iets gedaan waar ik zelf niet toe kon komen. Een paar dagen later, toen ik in Bilthoven, waar ik dus ondergedoken was, ben ik teruggegaan naar de gevangenis met een bril van Flip, want zijn bril was ook kapot geslagen en van alles. En heb gewoon aangebeld bij die gevangenis. En daar kwam dus een van die warders die mij al kende. En die zei, wat kom jij hier doen? Ik zei, nou, ik heb een bril voor Philip van Andel. En wilt u hem die geven? En die zegt, dat kan niet meer. Hij en Pieter ter Beek, een andere jongen uit Bilthoven, zijn weggehaald. Ik zeg, waar? En waar zijn ze naartoe? Dat weet ik niet. Wie kan het me dan wel zeggen? Alleen bij de Gestapo op de Malibaan. Ik zei, dan ga ik daar naartoe. Nou, die man heeft geprobeerd mij te overtuigen dat ik dat nooit moest doen. Want het was zo gevaarlijk. Hij zegt, je wilt toch niet weer terug in die gevangenis? Dat is veel te gevaarlijk. Ik zei, ja, maar ik kan niet leven met die onzekerheid. Ik heb achteraf begrepen dat het heel onverstandig geweest is. Want ik ben er wel helemaal normaal uitgekomen. Ik ging daar naartoe. Op die Malibaan werd ik weer van de een naar de ander geleid, tot ik weer bij die hoogste chef was in die prachtige grote. En het moment dat ik binnenkwam, zei die man heel vriendelijk, zet ze zich, gaat u zitten. Toen begreep ik dan meteen dat er een heleboel fout was.
En die begon met een heel verhaal over die Duitser die neergeknald was. En dat er dus mensen toch wel daarvoor moesten boeten. Dat kon toch niet zomaar allemaal en dit en dat en dat. En uiteindelijk ging hij naar een kastje. En kwam terug met op zijn hand de trouwring en het horloge van Philip. En zei, wilt u dat meenemen? Ik had Philip daar niet mee terug. En ik zei, daarin ben ik niet geïnteresseerd. En ik heb niet eens gewacht tot hij wat zei. Ik heb me omgedraaid en ik ben weggegaan. Het heeft mij veel leed veroorzaakt, veel andere mensen. Want toen dat bekend werd in de plaats waar ik dus al die mensen kende, waar Philip dus ook geweest was, toen hebben ze allemaal besloten dat ik alleen maar vrij kon gekomen zijn. Doordat ik mij had zou spioneren voor de Duitsers of wat dan ook. En dat ik totaal gemeden moest worden. Ik kon Bilthoven ook niet meer in. Dat was voor mij veel te gevaarlijk geworden. En ik moest dus dat allemaal afsluiten. In die tijd ben ik dus dankzij mijn schoonzusje dat ondergedoken was in Laren bij een sociaal werkster van een wolfabriek. En ik had nu alle papieren die nodig waren om volkomen veilig door heel Nederland te gaan. Ik kon overal naartoe. Auschwitz en noem maar op. Alles kon ik halen wat ik wilde met deze papieren. Ik werd dus medewerkster van die fabriek. En kon met wol, grote tassen met wol, op een fiets met houten banden naar de oostkant van Nederland, naar boerderijen. En ik was natuurlijk toch helemaal kapot. Philip was toch ten dode opgedoemd. Wanneer wist ik toen ook nog niet. Ik moet zeggen dat ik in die tijd, op die tochten, dagenlang duurde dat, maar ook in Balkbrug, dat is dus aan de andere kant, enorm ben opgevangen. En ik had ook in het, ik moest natuurlijk ook in de gevangenis, ik mocht natuurlijk niks laten blijken van Joods. Had dus gezegd dat ik graag een protestants gebedenboek wilde hebben en de Bijbel. Dat waren de enige boeken die je mocht hebben. En die hebben mij heel veel troost gegeven. Ook de gedichten van David, de spreuk. En ook toen ik op reis was, als ik een kerk zag, kon ik erin en de gezangen meekrijgen. Maar ook in Balkbrug en daar bij die boeren, die hebben mij enorm ondersteund. Ze wisten niets van mij af verder, want dat was natuurlijk veel te gevaarlijk. Wie je erin betrok, kwam in gevaar, want die zou het moeten melden aan de politie. Dit mochten ze dus ook helemaal niet weten. Maar ik heb nog altijd veel hele mooie herinneringen aan de manier waarop mensen toch open stonden voor het leed van anderen. Ik ging dus met zakken vol met, ja, je houdt het niet voor mogelijk, met brood en alle mogelijke producten, de beste producten, volgeladen over die IJsselbrug waar iedereen werd aangehouden. En het lukt me iedere keer met alles in Leiden terug te komen. Er is bij mij nog nooit iets in beslag genomen. Is niet te geloven. En daar ben ik nog steeds. Ik heb ook, ja, mensen zeggen, Betty, dit is toch krankzinnig, dat had je dat net mogen doen. Ik zeg, kinderen, die afstanden op een fiets met houten banden, het was bijna niet meer te doen, ik ging liften. Ja, met wat voor auto's dan? Ik zeg, ja, er waren natuurlijk alleen maar Duitse auto's. Dat is duidelijk. En ik weet nog een keer, tot Utrecht, want dan moest hij de andere kant op. Ik zeg, nou, gooi me er helemaal uit. Het was al na 8 uur 's avonds. In die tijd mocht je na 8 uur niet meer op straat komen. In het begin waren het alleen de Joden. Maar toen, in die tijd, mocht niemand meer na 8 uur op straat komen. Maar ik stond daar na 8 uur met fiets, met al die spullen. Ga rijden en er staan 2 Duitsers die me aanhouden. Hè? Zo, hè? Sperrtijd. Ik zeg, ja, dat weet ik. Jawel, dan mag je toch niet meer op de weg zijn. Ik zei, ja, ik moet wel, want ik heb eten bij me voor mijn stervende familie in het Westen. Die hebben niets meer te eten. Ik moet nu verder gaan. Kan niet anders. Nee, streng verboden. En je mag er helemaal niet zijn, enzovoort. Ik zeg, nou ja, dan is er maar één oplossing. Dat is het makkelijkste, dan schiet je me hier neer. Hè? En ja, daar hadden ze eigenlijk geen antwoord op. Toen zeiden, hier wachten. We gaan eerst naar de commandant. We gaan even naar de commandant toe. Na een poosje komen ze terug. Ieder met een fiets. Een groot geweer over de schouder. De commandant heeft gezegd, nou juist eens, voor zo'n jong meisje is dat toch veel te gevaarlijk om daar alleen door Utrecht te reizen. Jullie moeten er maar even vergezellen tot aan het eind en dan is het weer veilig.
daar ging ik. Naar twee Duitsers aan de kant tot het eind. En op het laatst dacht ik, wat jammer dat ze nou weer teruggaan. Ik kan ze best gebruiken voor de rest van de dag. Enfin, ik zie dat ik aan de tijd moet gaan denken. Er gebeurde dus van alles. En ik had natuurlijk ontzettende zorgen om mijn ouders, om mijn zuster, mijn broer en mijn oudere zus. Mijn ouders hadden kunnen laten onderduiken. Flip had zulke goede relaties. En dat heb ik ze ook voorgesteld. En die zeiden, dat kunnen we niet doen. De mensen hebben ons nodig. Wij moeten voor de andere mensen zorgen. Er zijn zoveel mensen die zo in de penarie zitten. We kunnen het niet doen. Het is helaas hun dood geworden. Ze zijn in Sobibor vergast in 1943. Beide 60 jaar oud. Mijn broer, waar ik naartoe gegaan ben, toen ik in Amsterdam was ondergedoken. En na... Ik durfde overdag niet op straat te komen, omdat er nog altijd veel Joodse mensen in Amsterdam waren die mij kenden. En dat was doodgevaarlijk. Want dat kon mijn dood zijn als ze mij erkenden en riepen. Hé, dat is namelijk gebeurd in de gevangenis. In de gevangenis mocht je één keer 's middags alsmaar rondjes lopen buiten. Over ontdekt enzovoort, onder begeleiding. Niet met elkaar praten, één na één. En op één dag, 's middags, zijn er nieuwe gevangenen binnengekomen. En ik hoor opeens achter mij een vrouw zeggen: jij bent toch Betty Polak? Ik schrok me kapot. En ik kon niet anders doen dan alleen maar mijn hoofd zo bewegen te zeggen nee. En ik durfde me niet om te draaien, niks. Ik had er steeds akelig gevoel over. Het waren Joodse vrouwen die later zijn doorgestuurd naar Westerbork. Had ik ze kunnen helpen misschien, maar dat had ik niet gekund. Ik had alleen maar mijn eigen leven in de waagschaal gesteld. En dat moest dus, dat soort dingen, dat was dus gewoon heel verschrikkelijk. Maar ik ben even van mijn apropos afgegaan. Wat was het? Amsterdam, ja. Amsterdam, ik ging dus naachten. Want ik heb bijvoorbeeld ook in een kinderhuis gewerkt in Amsterdam, waar alleen de directrice wist wie ik was. Er waren kinderen van alle gezinten. En die directrice, heel wijs, had mij toegewezen aan de katholieke kinderen. Jij gaat nu verder met de katholieke kinderen. Je moet met ze bidden, 's morgens als ze opstaan en aan tafel. En je gaat met ze naar de kerk. En je zorgt maar dat je goed op de hoogte bent. Ja, ik wist niets van het katholicisme af. Maar er was gelukkig een hele grote, mooie winkel in de buurt over godsdiensten. Daar ben ik 2 uur geweest om mij helemaal te laten inlichten onder het mom van, luister eens, ik ben protestants en ik ben nou bevriend met een katholieke jongen en die willen dat ik zondag met ze naar de kerk ga. Dan moet ik toch weten hoe ik me moet gedragen. Dus ik ging daar weg met een missaal en met ik weet niet wat al niet enzovoort, alles wat nodig was. Maar die kinderen die waren ook fantastisch. Er was 1 jongen waar ik heel erg op gesteld raakte. En op mij ook. En die, ik moest daar op een gegeven moment wel weg. Want ik was toen Jomus. En die kinderen gingen opeens aan tafel een liedje zingen. Dat hadden ze bedacht. Want ja, over Joden hoorde je zoveel. Juffrouw Jootje is geen Jootje. Nee, juffrouw Jootje is geen Jootje. En dat zongen ze allemaal vrolijk mee. En toen zei die directrice, nou, ik geloof toch dat je beter weg kunt gaan. Dit wordt mij te gevaarlijk. En die jongen heeft mij toen een rozenkrans gegeven. Het mooiste wat hij bezat. Dat was mij heel heilig. Toen ik op die kamer woonde in het Zuidenhout, heb ik een hele mooie portefeuille gekocht voor het afscheidsbriefje van Flip, wat ze zorgde in de gevangenis dat ik van hem kreeg. En die portefeuille had ik ook dat ding van die dingen van hem ingedaan, die is gestolen. Dat is dus, was mij niet gegund, maar ik kende het briefje uit mijn hoofd, want de leraar die dat boek nu aan het maken is, die wilde vreselijk graag weten wat erin staat. Ik zeg, nou, ik weet het wel uit mijn hoofd hoor. Maar je mag het ook wel gebruiken. En dat staat er dus dan ook niet in. In ieder geval, ik moet nu toch een eind eraan maken, want ik merk dat jullie anders allemaal vertrekken en dan sta ik hier nog te praten. ik,
Ik heb geen tijd meer om over de naoorlogse toestanden te spreken. Want ik heb dus dankzij die baan bij het ministerie van Landbouw fantastische tijd daar gehad. Ik kreeg de mogelijkheid om toch te gaan studeren. 1 dag in de week zei ik, ik heb zoveel gemist. Ik wil Nederlandse letteren studeren en wat daarmee verbonden is. Ik mocht enige jaren, iedere woensdag, en naar de Universiteit van Leiden en naar de Universiteit van Amsterdam. Ik heb daar ontzettend veel kunnen opsteken, ook over spreken in het openbaar. Garm Stuyveling was de professor van wie ik dus ontzettend veel geleerd heb, maar ook in Leiden. En meer, ik heb internationale reizen kunnen maken die mij ook gevormd hebben. U kent allemaal het Marshallplan, Marshall uit Amerika, die de meest vooruitziende blik heeft gehad van wie dan ook. Die heeft gezegd, dit mag nooit meer gebeuren dat Duitsland de zeik ingedrukt wordt. We moeten allemaal eraan meewerken dat alle landen in Europa er bovenop komen. En zo snel mogelijk. En Marshall is toen met een grote zak met geld naar Europa gereisd. Om de landen te zeggen, we helpen jullie er bovenop. Jullie gaan plannen maken. En wij financieren het. En jullie gaan nu ook studiegroepen naar Amerika sturen om bepaalde dingen te bestuderen die jullie allemaal niet meer herkennen. Ik weet niet of jullie dat verhaal weten, dat onze minister-president van toen, Drees, deze man heeft ontvangen in zijn eenvoudige woning in Den Haag. En zeer Hollands. Hem heeft ontvangen met een kopje thee. En daarna mocht hij een koekje nemen uit het trommeltje. Wat weer dicht ging. En daarna schijnt Marcel gezegd te hebben, als het geld ergens goed besteed wordt, dan moet het in Nederland zijn. Nou, ik weet er alles. Ik weet er alles van. Ik zat toen op het ministerie. Ik mocht toen mee met een internationale groep om landbouwtoestanden te bestuderen. En 8 verschillende nationaliteiten werden geacht samen rond te reizen en met elkaar te werken. En die merkte al gauw in Washington dat de Nederlanders meteen dik bevriend raakten met de Fransen en met de Noorwegen, maar niet met de Duitsers en de Oostenrijkers. En de Italianen vonden we toch al een beetje eng. En Joegoslaven, daar wilde niemand mee te maken hebben, want die kon het onderling al niet met elkaar vinden. We wisten dus helemaal niet dat die uit 5 verschillende landen daar kwamen. Onder leiding van een vent die ze in de gaten moest houden. Die hebben het dus ook helemaal niet makkelijk gehad. Maar uiteindelijk zeiden de Amerikanen, vroegen het niet, maar die hebben het geëist dat we vanaf dit moment met elkaar gingen praten. En vooral met de Duitsers. Er was 1 Duitser bij die heel goed Nederlands sprak. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk gevaarlijk. Die was natuurlijk bij de bezetting geweest. Daar heb ik geleerd hoe verschrikkelijk gevaarlijk het is te discrimineren. Een heel volk te zeggen, die rotmoffen. En wat ermee. Ik heb geleerd dat je moet onderscheiden. En dat dit nooit meer mag gebeuren. En dat is ook de reden waarom ik nog altijd optreed voor jongeren over discriminatie, over de gevaren daarvan. Hoe je moet nadenken over wat je zegt, over ieder woord dat je hardop uit. Dat je dus nooit weet wat er gebeurt. Want deze Klaus is mijn dierbaarste vriend geworden. Maar dan ook echt mijn allerdierbaarste vriend tot hij overleden is. Die was dus een vader toen hij in die jonge 16 jaar werd, of 17 misschien, weet ik niet meer, in de Hitlerjugend moest, naar Nederland gestuurd, waar hij vele vrienden en relaties had, zodat hij absoluut niet in die Hitlerjugend moest. Die vader is gearresteerd in 33 was het geloof ik, of 34, de nacht van de lange messen. Toen Hitler alle belangrijke lieden die tegen hem waren, heeft omgebracht of willen ombrengen. Die vader had namelijk, hij was een belangrijk man, hij was lid van de Reichstag voor de Republiek Weimar. Hij was heel beroemd geweest in de Eerste Wereldoorlog, vliegenier, had af en toe alles gedaan. En die heeft 2 uur met Hitler gepraat. En het artikel dat hij daarover gepubliceerd heeft, dat artikel in de krant, die eindigde met deze zin: wie zich met deze man inlaat,
is zelf een misdadiger. En op grond daarvan is hij toen in de nacht van de lange messen weggegaan. Vanwege zijn grote relaties en mensen die hij overal kende, kon hij ontsnappen uit het concentratiekamp. Hij is dus niet omgebracht, dankzij de directeur van de gevangenis, die ook geprobeerd heeft om hem te redden, enigszins. En daarna is hij in een uniform van de zeemacht naar Nederland gegaan en heeft in dat uniform met de ondergrondse gewerkt tegen de Duitsers. Hij heeft een vrouw die gearresteerd was en waarvan zelfs ze dood waren dat ze zou doorslaan, is hem gelukt uit de gevangenis in Haarlem te halen. Zogenaamd als slaand en op een manier dat ze bijna de trap afgegooid werd. Maar dat moest hij wel doen om er op die manier uit de handen te krijgen. En deze man die heeft dus ook ontzettend veel andere dingen gedaan. En die vriend van ons, van mij, die heeft gezorgd dat ons boek in Duitsland werd uitgegeven, dat er een fonds voor kwam, dat het kon financieren in het begin. Die heeft de andere vriend, die ik heb er eigenlijk twee vrienden aan overgehouden, is de eerste geweest die in Kassel heeft georganiseerd dat ik kon optreden voor de groep Kassel Israël, want dat had hij opgericht, dat de Kasselaren voor Israël zouden werken en daar ook dingen voor zouden gaan doen. Ik heb geleerd dat discrimineren heel, heel gevaarlijk is. En in mijn familie ben ik niet de enige. Mijn broer is naar Amerika gekomen. Die heeft de oorlog overleefd als een geraamte. Maar heeft zijn vrouw leren kennen in het kamp. En dat is grote, grote liefde geworden. Na de oorlog hebben ze elkaar teruggevonden. Hoewel de een door de Russen is bevrijd en de ander door de Amerikanen. En ze elkaar maanden hebben gezocht. Een fantastisch huwelijk geworden. En drie kinderen zijn naar Amerika ook gegaan. Mijn broer heeft zich jaren ingezet als president van de Anne Frank Stichting in Amerika om daar rond te reizen, tentoonstellingen te houden. Iedere week ging hij één dag naar New York toe om een schoolklas te ontvangen daar. Om de schoolklas te vertellen wat het inhoudt, wat er allemaal in de oorlog gebeurd is. En we zijn heel dankbaar voor zijn mooie lange leven. Hij is twee maanden geleden overleden op de prachtige leeftijd van 102 jaar. In zijn eigen huis, in zijn eigen bed, met zijn dochter bij zich, zonder een arts, zonder een ziekenhuis, niets. Mooier kun je het je helemaal niet voorstellen, zou je het iedereen willen toewensen. Zijn vrouw was twee maanden eerder overleden. Ik denk dat dat toch ook de nek zag gegeven, maar die was ook veel jonger zelfs. Maar iets waar we allemaal heel dankbaar voor zijn. En mijn zusje Lies, de jongste, daar ben ik helemaal niet over aan het woord gekomen. Want die heeft ook heel veel meegemaakt. Die heeft in Bergen-Belsen gezeten. Dat is één van 200 Joden die uitgewisseld zijn tegen de Tempeliers, een protestantse secte, een Duitse secte die al sinds 1880 naar Palestina gegaan was. En degene die Palestina en die Israël kennen, die weten dat in Jeruzalem en in Haifa en in Tel Aviv prachtige huizen staan die ze daar hebben gebouwd. Die zijn allemaal bewaard gebleven. En dat ze toen veel hebben geprobeerd op te richten. Die Engelsen, die wisten niet wat ze daarmee aan moesten toen de oorlog uitbrak. Want de mannen waren erg pro-Hitler. Die hadden zich onmiddellijk gemeld in Duitsland. Die zijn weggegaan om voor Hitler te werken. En die zaten met de vrouwen en kinderen. Die hebben ze een tijdje in Atliet laten wonen. Een soort kamp vlakbij Haifa. En Hollanders hebben alles eraan gedaan om te proberen een uitwisseling tot stand te brengen. Want ze wisten, die Duitsers wilden die Duitse vrouwen en de kinderen heim ins Reich. Die waren er best voor te vinden. Die Engelsen vonden het allemaal wat moeilijk. Maar toch, die hebben uiteindelijk die 220 Joden uitgezocht, bijna allemaal oude mensen. Maar die moesten die gevaarlijke tocht maken van meer dan een week door heel Duitsland, de Bosporus over, Turkije naar Palestina. En die moesten levend aankomen. Er mocht er niet één doodgaan onderweg. En ze hebben toen een paar jonge meisjes uitgezocht, waaronder mijn zuster, die verpleegster was al, die ze onderweg zouden verplegen, verzorgen, zodat ze allemaal levend aan zouden komen. Dat is gelukt. Die man, één man, is de dag daarna overleden in het land waar ze aangekomen waren.
En mijn zus heeft daar ook dus veel over geschreven. En het boek wat wij dus geschreven hebben samen, hebben we samen geschreven, dankzij Pim van der Hof, die jullie allemaal kennen. Want aan hem hebben we dat te danken. Mijn zusje heeft namelijk wat verhalen geschreven. Ze is daar getrouwd. En twee zoons die allemaal mooie verhalen hadden. Die heeft ze opgeschreven. En die vroeg mij, kun je niet zien, vragen of dat gepubliceerd kan worden in Nederland? En toen dacht ik, nou, ik kende Pim al. Laat hij er maar over oordelen. En die had het gelezen. Die kende mijn verhaal ondertussen. En die zei, ik heb een heel ander voorstel. Jullie moeten samen je verhaal schrijven. En dat moet één boek worden. Dat heeft heel wat voet in de aarde gehad. Ik geloof dat het 10 jaar geduurd heeft. Maar het is dus toch een heel geslaagd boek. Want Lisa's verhaal is dus ook eigenlijk erg de moeite waard. Dat is ook uit, dit is in het Nederlands. We hebben het nu wat anders uitgegeven. Alles wordt, dat is nu ook heel heerlijk, nu ik in Israël woon. Alles wordt nu gedrukt in Jeruzalem. En uitgegeven eigenlijk vanuit Israël. Ook door, ik denk dat Petra en haar man ook bij jullie aangesloten zijn in Jeruzalem. Petra van der Zanden. En die dit nu allemaal verzorgt. Het boek is op verzoek van mijn zus helemaal heel snel naar het Nederlands in het Hebreeuws vertaald. Want ja, haar kinderen kenden geen Nederlands meer. En ze wilden toch ook dat die het allemaal zouden weten. En de kleinkinderen ook. En Yad Vashem heeft het heel mooi gedaan met mooi omslag en foto's erin. Dit is de eerste uitgave in het Nederlands, zoals die hier is uitgegeven, bij Ten Haven. En die hebben er best een heel, heel aardig boek van gemaakt. En nu zijn we erg blij dat Duitse is het allerbelangrijkste. Ik vind het eigenlijk de beste van allemaal. Want in Duitsland hebben vrienden zich zo ingespannen dat er niet één fout in zit. Dat er ook een index komt. Een index krijg je bijna niet voor elkaar, want het is heel duur. Eer dat je dat allemaal voor elkaar hebt met al die gegevens erbij over de steden en de dorpen en de landen en de namen enzovoort. Duitsland hebben alles gedaan wat we graag wilden. Is fantastisch gedaan. En dat gebruik ik nog steeds. Ik treed nog steeds vooral in Duitsland op. Die boeken worden daar voor een kleine prijs verkocht. Ze wilden ze gratis laten uitreiken. Ze vinden het zo belangrijk dat die kinderen die boeken lezen. Maar ik zei nee. Ik wil weten of ze er wat voor over hebben. En dat hebben ze dus ook. Een klein bedrag, €7. En dan kunnen we net een beetje uit de kosten enzovoort komen. En verder hoeven we er geen geld aan te verdienen. Eindelijk, na heel lang, dankzij Petra van der Zanden uit Jeruzalem, is het nu ook in het Engels verschenen. Daar zitten nogal wat foutjes in, want ik hoorde de laatste correctie te doen. Ik ben namelijk, ja, ik ben belast geweest met publicaties en voorlichtingsmiddelen enzovoort. Als ik iets publiceerde waar ook maar één fout in zat, dan sliep ik alleen de nachten al niet meer. Dat zien die andere mensen toch helemaal niet. En ik moet hier nog aan werken voor de volgende druk. Maar dan moeten jullie maar een beetje overheen kijken. Maar het is dus wel fijn dat we het hebben. Want in Amerika is er natuurlijk ook vrij veel belangstelling voor. En zo dacht ik, ik wil jullie het eventjes laten zien. En ik ga nu toch werkelijk zo dadelijk besluiten, want het is bijna 9:30, zie ik. En niemand is nog weggelopen. Nou ja. Ik dank jullie allemaal voor jullie geweldige aandacht. Want ik ben de jongeren gewend, maar dit is fantastisch.